Hey, welkom allemaal. Ik ben Tim. Dit is Jordi. Welkom bij een nieuwe stretch workout. Voor deze stretch workout vandaag heb je een handdoek nodig. Handdoek moet minimaal een halve meter zijn ongeveer. Dan heb je ruimte genoeg. Dit is niet alleen een handdoek om op de grond te leggen, zodat je erop kan gaan liggen. Je hebt naast die handdoek die op de grond ligt dus ook nog een andere nodig om de oefeningen uit te voeren. Zullen we gaan beginnen? We gaan beginnen. Goed. Nou, dan gaan we eerst eens gewoon zitten. Hangen we de handdoek om de rechtervoet heen, net om de tenen heen. Zo. En dan trekken we aan de handdoek de tenen naar je toe. Dus dan zit de rek op de kuitspier aan de rechterkant. Nou, als het kan mag je proberen om de hak ook nog licht los te laten komen van de grond. En als het goed is heb je dan goed de rek op de kuitspier te pakken. Het is niet zo dat we voor alle stretches de handdoek nodig hebben, maar voor de meeste wel. En zoals gebruikelijk houden we elke stretchpositie tussen de 20 en de 30 seconden vast. Nou, kan het zijn dat we eigenlijk iets langer vasthouden omdat ik iets te veel aan het praten ben of veel aanwijzing moet geven. Gaan wij rustig wisselen van been? Zonder dus andere voet. Zorg ervoor dat je hem niet te laag om de hakken heen doet, maar juist hoog om de bal van de voet. Trek hem naar je toe. Probeer de knieën ook uit te strekken. En de hak als het kan licht los te halen van de grond. Dus dan zit de rek ook hier weer goed op de kuitspier. Hou dan nog even vast. En weer even rustig ontspannen. Voor de volgende mag je de handdoek even langs je neerleggen. Schuiven wij even wat naar achteren, dat we wat meer ruimte hebben. Voeten gaan breed. En dan gaan wij met de rechterhand richting de linkervoet. Zorg ervoor dat je je andere hand niet neerzet op de grond, maar dat je hem juist loshoudt. En probeer met die rechterhand die linkervoet de tenen aan te tikken, vast te pakken. Stel nou het lukt niet of je valt om, je kan de balans niet houden of je haalt het niet qua flexibiliteit. Mag het wel om je hand neer te zetten aan de zijkant, maar dus liever niet. En rustig wisselen. Dus het is de tegenovergestelde arm die naar de voet gaat. Dus bij deze is de linkerhand richting de rechtervoet. En weer even ontspannen. Dan zetten we de voeten tegen elkaar aan. Schuif de voeten dicht naar je toe. Met de ellebogen duwen we de bovenbenen richting de grond. De rek zit aan de binnenkant van de bovenbenen. Probeer lichtjes rechtop te komen. Dat je niet te veel met een bolle rug zit. Blijf die ellebogen goed naar beneden drukken. Houden we nog 10 seconden vast. Dan blijven de voeten en de knieën in deze positie staan. Dan pakken we de handen aan de achterkant vast. En gaan we proberen om de armen op te tillen. Nu gaan we dus wel naar voren leunen. Dan probeer de armen uit te strekken zover als dat je kan. De armen naar achteren te wijzen. Of zelfs als je kan naar het plafond te wijzen. Daar haal ik die. Ah, nog een klein stukje, Jordi. En weer rustig even ontspannen. Oké. Mag je voor de volgende de handdoek er weer bij pakken? Pak we aan één uiteinde vast. Dan sla je de handen ook over de schouder op de rug. Dan pakken we met de andere hand pakken we achterlangs de handdoek ook vast. Zo hoog mogelijk, dus dat de handen zo dicht mogelijk bij elkaar staan. Dan duwen we de elleboog omhoog en trekken we met de onderste arm de hand omlaag. Nog 10 seconden, dan houden we de handdoek op dezelfde manier vast. Alleen trekken we de onderste arm
omhoog met de bovenste arm. Dus op deze manier. Blijf hem goed omhoog trekken. Als het niet zo prettig voelt in de schouder, laat hem dan een klein beetje gaan. Maar probeer die spanning erop te houden. Nog 10 seconden gaan we wisselen van kant. Dan zal ik even laten zien hoe je dat het makkelijkste kan doen. Het makkelijkste is om de onderste hand los te laten. Bovenlangs vast te pakken, net onder de andere hand. En dan de andere hand onderlangs achter de rug steken en weer vastpakken. Nou, trekken we weer eerst met de onderste arm, de bovenste arm, naar beneden. Ik zal het weer even omdraaien. Dat was niet zo gezellig zo recht in de muur. Ik was zeker nog. Ja. Nou, oké, dan trekken we de onderste arm ook omhoog. Dus trek die hand omhoog. Probeer hem zo hoog mogelijk omhoog te trekken. Rechts zit in de voorkant schouder. De achterkant kan een beetje in de armen zitten. Mag met de onderarm steunen op het hoofd, maar probeer wel goed de spanning te blijven houden. En weer even ontspannen. Even de armen losschudden. Gaan we even op de rug liggen. Je mag de handdoek erbij houden. We hangen de handdoek om de tenen van de één voet. Maakt niet zoveel uit welke. Rechts of links. Zal ik ook rechts doen. Dus misschien het handigste. Ja. Rechtervoet. Nou, dan mag je de knie buigen. Terwijl dat je de tenen naar je toe trekt. Met de hand duw je de hak omhoog. Zet de rek weer op de kuitspier. Dus goed naar je toe blijven trekken. Let erop ook hier dat je de handdoek niet te veel om de hak heen hebt, maar juist proberen om de tenen heen te hangen. En weer even ontspannen. Nou, houden we het even bij dezelfde voet. Doen we de handdoek iets meer om het midden van de voet in plaats van alleen in de tenen. Nou gaat het niet zozeer om de tenen naar je toe te trekken, maar dan gaat het meer om proberen die knie uit te strekken terwijl dat je die handdoek vasthoudt. Dus blijf hem naar je toe trekken. De rek zit nu ook nog een klein beetje op de kuit, dat zou kunnen, maar vooral ligt de focus op de achterkant van het bovenbeen. Rustig wisselen van been. Daaromheen. Weer eerst alleen om de tenen. De knie blijft gebogen. Trek de voet goed naar je toe. Duw de hak omhoog. Dan zit de rek weer in de kuit. Hou nog even vast. Probeer de armen of de schouders en het hoofd helemaal aan de grond te houden. En dan even ontspannen. Mag je dan weer om het midden van de voet heen doen. Dan gaan we naar de achterkant van het bovenbeen. Dus ook hier gaan we proberen de knie zoveel mogelijk uit te strekken. Lichte tenen naar je toe te trekken. Het gaat dus niet zozeer om de rek op de kuit op dit moment, maar meer om de achterkant van het bovenbeen. In 10 seconden houden we dit nog vast. En weer even ontspannen. Je mag de handdoek aan de zijkant neerleggen. Dan pakken we de rechterknie even vast met beide handen. En trekken we die rechterknie richting de linkerschouder. Je mag het linkerbeen uitstrekken. Dus de rechterknie niet omhoog, maar richting de linkerschouder. Dan zit de rek op de bilspier.
Dus de knie komt schuin over het lichaam heen. Goed blijven ademhalen. Hou de stretch nog even vast. En wissel rustig van kant. Andere kant hetzelfde. Linkerknie trekken we niet recht omhoog, maar schuin naar de zijkant over het lichaam heen. Rechts zit vooral op de bilspier. Leggen we de armen en de benen gestrekt neer. De handdoek mag je een klein beetje van je afschuiven. Je hebt voor de volgende en de laatste oefening wat meer ruimte nodig. We leggen de armen recht naar de zijkant. De benen zijn gestrekt. Een soort zeester is het eigenlijk. Dan gaan we met de rechtervoet gaan we die optillen. Dan gaan we proberen de linkerhand aan te tikken. Zonder dat de rechterhand en schouder loskomt. Dan gaan we rustig terug naar het midden. De linkervoet gaat ook richting de rechterhand. En ook hier ga je proberen om de schouder en de arm aan de grond te houden. Nou, dit herhalen we even 5 keer per been. Dus rustig heen, rustig terug. Hier is het belangrijk bij dat je de heupen mag je meedraaien met de beweging. Maar dat je de schouders zoveel mogelijk plat houdt aan de grond. Dit is dus vooral het losmaken van de achterkant. Dus achterkant, bovenbeen, bilspier, onderrug. En ook een klein beetje van de borstspier. En ook daar breng je hem op lek. Rek. Lek. Is jouw derde keer? Vier. Laatste keer allebei. Spannen, schud de benen even los. Als je wil, pak even beide knieën vast. Even een klein rondje draaien met de knieën. En ook even de andere kant op. Als je wil, mag je even met de knieën gaan schommelen over de rug heen. Totdat je rechtop zit. Nou, als het goed is zijn we allemaal lekker soepel en lekker ontspannen. Zeker. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Tot de volgende keer.